De Surinaamse luchtvaartmaatschappij NVSLM probeert mee te gaan met de veranderingen in de luchtvaartwereld en het ook voor het reizend publiek makkelijker te maken. Steven Gonesh, waarnemend directeur van de SLM, gaf tegenover onze redactie aan wat allemaal de plannen zijn van de vliegmaatschappij. Verder werken we intern, zijn we in de afrondende fase voor onze airline app, die wij binnenkort zullen launchen. Ook het online check-in gebeuren zal op heel kort termijn gerealiseerd worden. Verder kijken we naar de routestructuur van de SLM, waarbij ook nu al gekeken wordt naar de route, hoe dat in de regio de routes eruit zullen zien voor de zomerperiode, ingaande april volgend jaar. Commercieel worden er een heleboel initiatieven ondernomen, zeker ter stimulering van de Georgetown-Barbados-route en ook de Curaçao-Miami-route. Daar zijn diverse zaken voor op stapel en al in uitvoering. Ook een beetje uitbreiding is in het verschiet in ons routenetwerk. Ik denk dat we ook kijken en piepen richting Colombia. Dus ook dat kunnen we binnenkort hopelijk niet over niet al te lange tijd wat meer over zeggen. Maar er zijn wat zaken op stapel. Ook de cargo-operatie voor de SLM naar Miami, die is tijdelijk op een lager pitje gekomen, omdat we de dedicated cargo-vlucht die wij op elke dinsdag hadden, dat is er nu even niet. Maar we werken weer aan het in place brengen daarvan. Tussentijds natuurlijk gaat de cargo-operatie gewoon door op onze passagiersvluchten. Wij vliegen namelijk 6 dagen in de week naar Miami. En daar is er voldoende ruimte in om toch wel de kleine hoeveelheden cargo die er zijn toch te kunnen vervoeren heen en weer tussen Suriname en de Verenigde Staten, maar ook tussen alle andere regionale bestemmingen. Gonesh onderstreept dat er hard gewerkt wordt om de SLM naar grotere hoogte te brengen en dat daarbij iedereen nodig is om het te kunnen bewerkstelligen. Bij onze collega's, die wil ik natuurlijk danken voor de inzet en het besef. Want het is natuurlijk een culture change die we teweeg aan het brengen zijn binnen de SLM. We zijn bezig SLM te transformeren van die oude SLM die we waren naar een nieuwe SLM. En bij die transformatie, dan zijn er een heleboel dingen die moeten veranderen. Ja, een deel is dat ook wij zelf moeten willing zijn om te veranderen. Om zaken op een andere manier aan te pakken dan wij gewend waren. Een beetje out of the box denken, een beetje nieuwe ideeën erop loslaten. Maar ook die inzet en dedication blijven hebben en het vertrouwen in ons bedrijf. Dus dat is één. Het reizend publiek, die wil ik natuurlijk ook bedanken voor de ondersteuning aan de SLM. Ik kan u zeggen dat wij de revenues van de SLM vanaf de COVID-pandemie in een dieptepunt zaten, hebben wij met meer dan 900% kunnen verbeteren in de afgelopen periode. Dat is niet niets. We weten ook dat we er nog niet zijn. Dat betekent dat de stappen verder gezet moeten worden. En dat zijn de zaken die ik net aangaf van de commerciële stappen die worden gezet om ervoor te zorgen dat wij de revenues verder en verder opkrikken. Het reizend publiek kan volgens Gonesh nog mooiere zaken verwachten van de SLM. De waarnemend directeur is hoopvol dat iedereen de vliegmaatschappij zal blijven ondersteunen.